Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zondag en het regent zo hard. Kijk. Kijk, dit is nou echt tropisch weer. Het regent zo hard. Vanaf in de rand gaat het. Ja, die rand, het duikt uit van achter. Ik weet niet of je het kan horen, maar het klinkt ook zo hard. Maar het ziet er ook wel weer leuk uit, het tropisch weer. Ik hoop dat het straks droog wordt, want het was ons plan. Maar ik denk wel dat het droog wordt. Het was ons plan om naar de stukje door de jungle te lopen en dan naar een heel mooi strandje te gaan en daar lekker te zwemmen. Maar op het weerbericht staat dat het vandaag de hele dag zonnig is, dus ik vertrouw erop. Ik zit al de hele tijd te editen en het is gestopt met regenen eindelijk en we hebben even ontbeten ook. Maar opeens zegt mijn iMovie dit. Kijk. Deze beelden die ik allemaal had geïmporteerd, zegt die ontbrekende camera. Echt fucking raar. Hij doet sowieso de hele tijd fucking irritant, omdat mijn opslag vol is of zo. Dus ik word echt helemaal gek hiervan. Ik hoop dat ik het straks wel weer opkrijg. Want anders ben ik die beelden kwijt. En dat wil ik niet. We zijn klaar om te gaan. Ik heb mijn badpak aan met een rokje van Lotte eroverheen. Onder bedoel ik. En kijk die hond. Is hier dus een hond en ze heet Ufita. En ze ligt opeens hier boven aan de trap bij ons gebouwtje. Oh, lievertje. Ze is helemaal nat van de regen. Maar nu gaan we lekker naar het strand. We zijn aan het lopen op een paadje in een natuurpark. En we hebben al wasberen en apen gezien. Dus die beelden zal ik erin doen. Echt super grappig. En we gaan nu bij dit strandje even lekker zwemmen en zonnen. Zwommen. Alleen het water is echt heel vies aan het begin, want er zit allemaal zwarte shit in. Dus nu zit ik helemaal daaronder, maar ja, maakt niet uit. Het water was wel echt vet lekker warm. Nu gaan we weer teruglopen en dan gaan we lekker wat eten hier in het dorpje. Kijk maar haar. Een restaurantje of cafeetje-achtig. En ik heb lekker steak besteld met patatjes en salade of het lekker is. We gaan nu lekker eten. Het eten was lekker net en we hebben nu even boodschappen gedaan. En Lot en ik hebben een ijsje, een kokosijsje. Dus dat is lekker en we gaan zo naar het huisje en dan daar nog even lekker zwemmen en chillen. We hebben de hele middag gezellig spelletjes gedaan bij het huisje. En Lotte won de hele tijd, heel irritant. En dit licht is echt annoying. Oké, zo is het beter. En we gaan nu lekker avondeten, salade met kip. Ik vlog echt van eten tot eten. Maar dat is ons leven hier ook echt, want we eten. En we eten. En we eten. Good morning. Het is vandaag maandag. En het is 8:00 ochtends. Ik ben al wakker sinds 6:00, maar ik heb nog lekker in bed gelegen. En het is vandaag oudejaarsdag, dus vanavond oud en nieuw. Ik ga zo meteen ontbijten en dan gaan we vanmiddag naar het strand en vanavond hier naar het stadje oud en nieuw vieren. Ik hoop dat het wel droog blijft, want gisteravond toen we een ijs gingen halen ging het zo hard regenen. Het waren we helemaal doorweekt. Toen we naar het huisje moesten, dus zo chill zijn als het gewoon droog is. En anders gaan we gewoon hier vanaf het balkon kijken. Dus dat is wel leuk. En verder gaan we niet zo heel veel doen vandaag. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog wordt, aangezien we elke dag naar het strand gaan. En gaan zwemmen. Lot en ik zijn onderweg naar het zwembad. Nou ja, onderweg. Het is echt daar. Maar we moeten even over dit vlondertje lopen. En dan zijn we er. En ik heb mijn laptop mee. En dan ga ik even editen. En we gaan even lekker zonnen en zwemmen. Mama en pap gaan even wandelen. En als we terug zijn van het wandelen gaan we naar het natuurpark. En daar lekker zwemmen. In de zee. Dus dat is leuk. In dit hokje is er echt vet mooi licht. Kijk. En het is een soort massagehokje, kijk. Hier staat een massagebedje. Ik wil graag een massagebedje, dat is een beetje duur. En kijk, hier is dan die vlonder. En hier ga je het trappetje af. En loop je zo daar naar het zwembad. We zijn lekker bij het zwembad. En oh kut, we moeten even handdoeken pakken. Nou, we gaan even handdoeken pakken. En dan edit. Ik weet niet echt hoe ik ga editen met de zon in mijn gezicht, maar dat zie ik zo wel. We hebben lekker gezwommen en nu zitten we al een tijdje te tekenen, want we verveelden ons en dat is leuk. Zal ik even laten zien wat ik gemaakt heb. Ik heb dit busje gemaakt en deze cactusjes.
wel grappig geworden. We gaan nu naar het strand. Mam en pap zijn al buiten, dus ik ga ook even opschieten. Alleen ze zijn met de eigenaar van dit huis aan het praten. En dat is toch een gek mensje. Ze is zo'n erge hippie en zegt hele rare dingen. En ze ging huilen omdat duikmaskers te goedkoop zijn. Omdat ze een hand van hout gemaakt kreeg. Omdat er een boom was omgevallen. En ze gaat dan gewoon letterlijk hier huilen. Dus het liefst ontwijk ik haar. Beetje onaardig, maar ik vind haar een beetje een raar mensje. En ze is nu wel hier aanwezig. Beneden. Dus ik ga nog heel veel wachten en dan naar beneden. En dan gaan we lekker naar het strand. We zijn bij het strand aangekomen. En we gaan nu even lopen tot we een mooi plekje vinden. En dan gaan we daar lekker zwemmen. We hebben een plekje gevonden en het is echt heel mooi. We hebben net lekker gezwommen en we zijn nu weer onderweg naar het huisje. We hadden net ook nog even een kokosnoot gehaald om te drinken. En we gaan bij het huisje nog even... Hey, er is hier een feest of zo? Huh? Wat is dit? Er zijn wel veel mensen. Oh, misschien gaat er iemand knock-out of zo. Wacht. Nou, ik weet niet wat er was, maar er lag iemand op de grond. Maar we gaan zo meteen lekker bij het huisje nog even zwemmen. En dan vanavond naar het stadje om oud en nieuw te vieren. We zijn weer terug en ik heb lekker gedoucht. En we gaan zo meteen lekker mojito drinken. En hoe laat is het? 4 uur. We gaan hier bij het huisje eten en dan vanavond daarna naar het stadje. Dus ja, in Nederland is het over een half uur of 3 kwartier al oud en nieuw. Dus dan krijg je echt van iedereen happy new year, happy new year. Maar bij ons is het pas over 7 uur. Je ziet vrij weinig in het licht, maar ik heb even een uurtje geslapen. Mama en papa zijn nog aan het slapen. En het is hier 7:30, dus in Nederland is het al een nieuw jaar. Het is 2:30 in Nederland nu. En we gaan zometeen avond eten, biefstuk. Volgens mij. En dan... Dus vanavond naar dat stadje. Maar ik denk dat papa en mama nog wel even slapen. Dus het zal nog even duren. Dus ik ga even YouTube kijken of zo nu. Het regent nog steeds. Maar het is inmiddels al 11:15. Dus we moeten wel gaan. We gaan nu met de auto naar het stadje rijden. En dan gaan we daar maar bij een barretje of zo zitten. En ik heb even mijn trui hier overheen gedaan. Want het is best wel fris buiten door de regen. En... ja, ik hoop dat het ondanks de regen alsnog wel leuk wordt. Oeh, ik ben wel moe. We zijn er en uiteindelijk hebben we echt een plek met een auto bij ons huisje gevonden. Maar ja, maakt niet uit. We zijn in ieder geval een stukje met de auto geweest. En het miesert nog maar een beetje, dus het valt nu wel mee. We lopen nu naar het centrumpje en daar is dan leuke muziek. En gaan we een drankje doen. Hallo, het is al 2:30 en ik heb niet gefilmd, want we hebben niks gedaan. En we gaan nu naar het strand toe, zoals ook dus elke dag. En we gaan lekker bodyboarden op het strand. En als we terug zijn, gaan we uit eten. En dan gaan we om tussen 5 en 6 al heen, want tussen 5 en 6 is happy hour. Dus gaan we even een cocktailtje drinken, of 2. Dus we gaan nu in de auto naar het strand. We zijn op het strand, alleen er is een rode vlag. En de zee is echt heel wild, dus eigenlijk mag je niet zwemmen, maar iedereen zwemt toch. Maar ik hoop niet dat we doodgaan als we zo meteen gaan zwemmen. En papa en mam zitten er al in, maar die worden de hele tijd over de grond gespoeld. Nou, valt wel mee, joh. Nou, ze gingen net helemaal over de grond, hoor. Je ziet het hier, het water is best wel wild. En daar is een rode vlag. Maar er is wel ook zo'n lifeguard, ja, maar er zijn rip currents, dus dan wordt je gesleept de zee in. Dat is niet zo fijn. We hebben lekker gezwommen en zijn nu weer terug bij het huisje. Ik heb even gedoucht en we lagen trouwens, Lotte en ik. En toen opeens kwamen er echt 4 gekke jongens voor ons zitten. Echt
wij lagen hier en ze ging echt hier voor ons zitten. En toen ging ze vragen of ik een foto van ze wilde maken. Dus dat had ik even gedaan. En we gaan zo meteen over een kwartiertje of zo even naar het stadje, Lotte en ik samen. En dan gaan we even kijken of we nog een leuke bikini of zo vinden. Gewoon even een rondje lopen. En dan gaan we daarna naar een cafeetje of restaurant. Een chique restaurant. Nou, het is niet heel chique, het is wel heel leuk. Met allemaal lichtjes en gaan we daar lekker avond eten. En er is happy hour 5 tot 6, dus dat is ook zeer positief. Lot en ik zijn nu onderweg naar het stadje. En dan gaan we even kijken of we iets van een leuke bikini zien. En dan komen pap en mam straks naar dat restaurant toe. En daar gaan wij dan ook heen. Lot en ik hebben een rondje gelopen en Lot heeft 2 armbandjes gekocht. Heb je ze? 2 enkelbandjes eigenlijk zijn het. Deze enkelbandjes. Schattig. En nu, we wilden eigenlijk naar één restaurantje, maar die is dicht. En daar wilden we al de hele week heen. Alleen elke keer kwam er iets tussen. En nu is die dus dicht. Dus we gaan er waarschijnlijk morgen heen, als die dan wel open is. En nu zitten we bij een ander plekje en we gaan barbecue eten. Dus wat zit er allemaal bij? Kip. Biefstuk. Worst, patat. Lekker barbecue. Chimichurri. Chimichurri saus. Mojito. Ja, mojito zit niet bij de barbecue. Nee, maar is wel lekker. Mag hij het mojito te drinken en ik en Lot en ik hebben een smoothie. Dus lekker! Goedemorgen, het is. Welke dag is het eigenlijk? Woensdag, toch? Ja, woensdag. Het is woensdag en het is al in de middag. En mama en papa hebben net lekker taartjes gehaald. Echt heel lekker, daar heb ik echt zin in. En we gaan vanmiddag ziplinen. We proberen het al een paar dagen te regelen en elke keer ging het niet door. En nu is het gelukt, dus we gaan ziplinen straks. Daar heb ik zoveel zin in. Om 2:30 worden we opgehaald en ik neem de GoPro mee. Dus ik hoop dat ik leuke dingen kan filmen. Alleen is een beetje lastig omdat je ook waarschijnlijk goed moet opletten. Maar ik hoop het heel erg en ik heb er echt heel veel zin in. Kijk hoe mooi die geldbriefjes van Costa Rica zijn. En wat is dit, een haai? En een aapje en een hertje. Echt super mooi. Ook die kleuren. Dat moeten we in Nederland ook hebben. Elke keer wilden we zo graag die zipline doen. En toen gingen mama en pap net nog een keer kijken om het te regelen. Komt papa terug, zegt hij nee. Het is helaas niet gelukt. Ze waren dicht. Dus Lotte en ik dachten echt nee, shit. Het was een grap. Dus wij dachten echt, ah kut. Kunnen we de hele dag niks doen. Maar uiteindelijk was het een grapje. Dus we gaan wel. En ik heb echt super veel zin in. Volgens mij wordt het echt heel leuk. En waarschijnlijk zijn we ook de enige in het groepje. Dus gewoon met z'n 4 en dan een gids. Dus dat is ook echt heel leuk. En nu gaan we lekker taart eten. Daar heb ik zin in. Nee. Het regende echt de hele nacht trouwens vannacht. Het klonk echt alsof er een vliegtuig neerstortte, hè? Ja. Het klonk echt alsof er een vliegtuig neerstortte. En vanochtend regende het ook de hele tijd, maar nu is het lekker droog gelukkig. Ik was een beetje op mijn telefoon aan het kijken en toen opeens zag ik Temptation Island seizoen 2 op YouTube staan. Dus nu kijk ik Temptation Island seizoen 2, dus uit 2003. Echt fucking grappig. Het is zo slecht. Kijk. Niet omdat wij de grootste bedrijven. Kijk hoe oud dit is de minste bedrijven en die kwaliteit ook. Maar ze deed dat deze. Dus echt wel, deze hoerige. Ze zijn dus in de eerste aflevering al een soort van frame gegaan. Dus het is zoveel heftiger. Echt super grappig. Dit moeten jullie ook gaan kijken. Oké, guys, we gaan nu naar. Worden we met het busje opgehaald en dan gaan we erheen. En het regent nog steeds. Maar ja, ik heb extra. Oh nee, ik moet nog pakken. Even extra kleding meenemen zodat ik dat erna aan kan doen. En dan gaan we nu. Ik laat mijn telefoon thuis, want het regent heel hard. En dan wordt hij helemaal doorweekt. Dan gaat hij kapot. Maar ik neem de GoPro mee, dus daarmee kan ik leuk filmen. En ik hoop dat het heel leuk gaat worden. Ik vind het alleen niet heel chill dat het zo hard regent. Maar ja, kunnen we niks aan doen. Dus tot zometeen met de GoPro en tot vanavond. To wonder, is this even real?
We zijn terug van het ziplinen en het was echt super leuk. Het was echt heel erg leuk. We hebben 25 ziplines gedaan. En je had echt vet lange ook. We hebben vet veel leuke beelden ook met de GoPro. Dus die hebben jullie hiervoor gezien, denk ik. Dus ja, echt heel leuk. Blij dat we dat gedaan hebben. En het is nu 6:30 en we gaan lekker uit eten. We zijn pas net terug, want het duurde lang. En we gaan dus nu lekker uit eten. En dan lekker op tijd slapen. Want morgen gaan we naar het laatste hotel rijden op tijd. En dan nog maar één nachtje hier naar vandaag. Ik wil niet naar huis, maar ja, het moet. Ik ga me nu even snel omkleden en dan gaan we lekker eten. Ik heb me heel snel omgekleed en een knotje ingedaan. Wacht, hier kan je denk ik nog zien wat ik aan heb. Zo'n overgordetje en dan met dit shirtje eronder. En we gaan... Hier zie ik niet goed. We gaan nu lekker eten. Daar heb ik echt trek in. Nou ja, ik heb echt zin in eten. Al het eten zou kunnen eten. Ik heb maar even in een knotje gedaan met een panter scrunchie. Dus let's go! Ik zei, we zitten trouwens bij een restaurantje, maar ik zei net tegen mama van ik heb echt zin in sangria. En zei mijn moeder van ja, dat hebben ze hier vast niet. En toen kwamen we bij het restaurant en dan zegt die man ja, de special van de dag is sangria. Hoe toevallig is dat? Dus nu heb ik lekker sangria. Echt te toevallig dat er sangria was. Even proosten. Hi, het is vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. En ik heb gisteren niet gefilmd, want ik was ziek geworden. Voedselvergiftiging waarschijnlijk, dus het was niet echt heel leuk om het te zien. Maar nu gaat het beter en we zijn op Atlanta. We hebben al gevlogen vanochtend van San Jose naar Atlanta. En daar zitten we nu. En het was een vlucht van 3,5 uurtjes of zo. Nu zitten we hier op het vliegveld te wachten voor de volgende vlucht. En we hebben even lekker kipwrap besteld. En ik heb een... pink drink van de Starbucks. Eigenlijk wilde ik wat anders, maar dat hadden ze niet. En toen zag ik dit staan en dacht ik, nou, dat wil ik wel een keer proeven. Want ik zie altijd dat iedereen dat heeft. En nu wachten we op onze chicken wrap. En dan gaan we zo meteen naar Nederland vliegen vanaf hier. Hoe lang is de vlucht? 8 uur? Het is een vlucht van 8 uur. En dan komen we morgenochtend om 6 uur aan in Nederland. Dus ja, nog even overleven en dan zijn we weer thuis in de kou. Ik had nog wel een maandje hier willen blijven. Maar ja, ik sluit de vlog ook hier af, want de terugvlucht is niet echt meer leuk om te zien verder. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.